Hallo iedereen. Jullie kunnen het vast wel horen. Anyways, jongens. Ik ben in Brussel. Heel last minute heeft mijn zus een ticket voor me geboekt. En we gaan naar... Nee, wacht, ik ga het nog niet zeggen. Maar het is wel heel leuk. Dit doet ook een YouTuber. Zo. Wat wilde ik ook weer zeggen? Oh ja, ik ga niet de destination vertellen, maar het is wel lekker warm. Ik ben al eerder geweest ook. En ja, we gaan 10 dagen. It's gonna be freaking amazing. Besef, ik heb binnen 2 uurtjes misschien mijn koffer in moeten pakken. Eventjes geslapen. Tjoenik heeft ons gebracht naar Brussel. Ik ging huilen toen ik afscheid ging nemen. Heb je gefilmd? Ja. Doe naar mij stuur. Ik ga het nu hier erin zetten. Nou, mama, serio. Ja, dat is mijn beste vriend, hè, jongens. Die ga ik eventjes niet zien. Mevrouw, waarom maak ik zo gebeurd? Oké, ik ga eventjes in de winkeltjes kijken. Doei. Anders bij joh. Tering. Oh. Nou. Nou, jullie deden het heel slecht. Nou. Guys, we have arrived in Griekenland! Ja. Ik ben hier voor de 2e keer. Het is Kimberly de 1e keer, mijn zus. En het is al volgens mij 30 graden of zo. We hebben allebei een trainingspak aan. Ja, maar ik heb wel een top hieronder aan. Maar op zich is het nog wat te doen dat ik niet wegsmelt of zo. Maar... Gesmelt, is goed. Ik ben wegsmelt. Oh. Maar zometeen moet ik wel even een andere outje aan doen. En we zitten echt in een heel cute klein... hotelletje. Het is wel cute. Dus ja, I'm excited. We zijn hier voor 10 dagen, 11 dagen. 9 dagen. 9 dagen, 10. Nee, 9 nachten, 10 dagen. Oh, 9 nachten, 10 dagen. En we gaan. Niet mij filmen, maar laat dit even zien. Even. Ja, Jezus. Kim, dit is echt niks voor mij hoor. Deze wel. Dit is wel een leuke zonnebril. Desnoods haal ik gewoon eentje in zo'n klein winkeltje voor 3 euro. Hallo iedereen. Het is al wat uurtjes verder. Ik weet eigenlijk niet wat ik het laatst heb gevlogd. Maar we hebben toen we aankwamen even wat gegeten. Gedronken. Toen zijn we eigenlijk gelijk eventjes een dutje gaan doen in de kamer. En nu gaan we op pad. We willen eigenlijk naar Heraklion gaan om... Wat gaan eten, een beetje verkennen. Dat wil ik bij. Een beetje gaan verkennen. En ja, gewoon even rustig aan. En ja, het is exciting. Het is nog steeds hartstikke warm. De zon is er nog steeds. En het is 19:30. Dus wellicht kunnen we nog de zonsondergang zien ergens. Jongens, het is gewoon nog steeds hartstikke warm. En het is freaking 19:45. Ik moet zeggen dat er wel heel veel wespen zijn waar wij verblijven. En ik ben bang voor wespen. Maar ja, look at the view. Hier heb je hele mooie bergen. Hier zo, hier zie je de zee. Echt pretty. We zitten lekker pizza te eten. We gingen net dus naar beneden lopen. Oh, kijk zo. Moet je ook zo kijken. Om een supermarkt te vinden. Nou, er was niet heel veel te kopen. We hebben wel drinken gehaald. Maar we hebben denk ik 10, 15 minuten naar beneden gelopen. En toen moesten we dus ook nog helemaal naar boven. Het is echt stijl. Verschrikkelijk. Morgen gaan we kijken voor een auto om te huren. Oh nee. Ja, laat maar zitten. Ik... De planning is een beetje ballig, maar morgen gaan we alles gewoon lekker op
en rust uit je dag. Dan is de vlog ook wat meer. Nu is het een beetje. Ik denk dat ik mijn pizza uitzeg voor vandaag. Dus mijn pizza trouwens. Pizza margarita. Maar het is wel oké. Wil jij nog wat zeggen? Nee. Wil je überhaupt in de vlog? Toch wel. Bij koude smaak. Oké, bye! Goedemorgen iedereen. Het is vandaag zo. Ik weet niet of jullie deze krekels horen, maar dat is echt niet normaal. Ik ga naar de receptie vragen of we een bus kunnen huren. Zodat we naar het strand kunnen gaan. Ik heb best wel lekker geslapen ook. Ik ben best wel verrast dat ik zo lekker heb geslapen. Maar ja, kijk even deze uitzicht. Nou jongens, even balen. De bus die gaat om 10 uur. Zeg maar, dat is gewoon zo'n gratis bus. Of om 2:30. En hij gaat om 5:30 gaat hij alweer terug naar boven, zeg maar. Nou ja, 10 uur vind ik op zich wel redelijk. Maar dan zou je toch denken dat, dat er ook eentje om 12 uur gaat of zo. Hallo guys, we hebben een taxi besteld. En we gaan nu naar de beach. Hopelijk is het ook een mooie beach. En we gaan ook gelijk daar eten, want we hebben nog niks gegeten. Het is nu 11:30 en het is vandaag 31 graden. Nou, we zijn uiteindelijk bij een tentje waar we kunnen ontbijten. Ik heb een ijskoffie. Hij ziet er wel een beetje apart uit. Maar ik moet zeggen dat ik niet zo moeilijk ben met koffie. Want die koffie op de airplane die heb ik ook gewoon opgedronken. Waar 90% water in zat. Zullen we even proosten? Op de eerste vakantiedag. Ja. Cheers. Zit suiker onder. Dat zie je ook. Maar het is wel lekker, ze zijn heel sterk. En we willen gaan jetskiën misschien. Ik durf eigenlijk niet. Jawel, we gaan gewoon. Wat misschien? En we wilden eigenlijk hier op een bedje zitten. Maar het is super, 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 super druk. En daar komt ons brood. Oh nee. Het ziet er giftig uit. Het ruikt naar dropshot. Dit moeten we gaan shotten. We hebben dit ook gratis gekregen. Ga jij dit eten? Want ik ga het niet eten. Ik ga het ook niet eten. Ik hou niet van toetjes. We gaan shotten. We gaan het toch shotten? Ik ben bang. Ik doe niet zoveel. Ik ga niet helemaal drinken hoor. Oké. Okay. Ik kan ergens staan. Nee. Oké, okay, ik ga het wel drinken. Oh. Dat was echt helemaal oké. Hey. We hebben net even lekker gebadderd in de zee. En we gaan nu in een soort van fietsbootje. En dan gaan we gaan nog wel jetskiën, maar niet vandaag. Je kan toch gewoon jetskiën jijzelf? We kunnen toch niet samen? Maar hier, ik wil foto's en we kunnen geen foto's maken hier. Dus we moeten echt anders gaan. Ja, het is wel leuk als je een picture kan maken. Oh, de zee is zo lekker. Het is super, super, super heet. Het meisje is zo schattig. We zijn hier gewoon. De huid is nieuw aan het glowen. Nou jongens, we hebben een Dior picture gevonden. Hartstikke net, maar super leuk. Dus we gaan het gewoon doen. We zijn net trouwens naar een super mooie plek geweest. Ik weet niet of ik goede beelden daarvoor heb, maar ik ga mijn best doen om het er sowieso in te plaatsen. Want het was echt gorgeous. Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Ik wil echt nog een schelpen armband, enkelband of ketting. Nou, we zitten even bij het zwembad. We hebben een taxi teruggenomen naar boven en we zitten nu even bij het zwembad. We gaan zo meteen ook eventjes erin. Ik ben nu al bruiner geworden. Die krekels zijn echt niet normaal. Ze maken echt belachelijk veel geluid.
Maar volgens mij zijn het ook vogels hoor, Kim. Ja, dat lijkt zo. Volgens mij luister ik echt niet naar jou. Ja. En vanavond gaan we de... Een vlinder. Zag je hem? Kijk hoe snel je bent afgeleid. Vanavond gaan we de bus nemen naar Heraklion. Gaan we daar lekker eten. En ik weet dat je daar heel veel leuke plekjes hebt. Dus ik ben daar al eerder geweest. Dus dit is trouwens het zwembad. En hier zo kan je lekker smoothies drinken. Als die man van de bar er straks is, ga ik wel even een smoothie bestellen. Oei, niet vallen hoor. Ik heb even een lekkere smoothie. Met mango en ananas, volgens mij. En aardbei met zo koud. Ja. Het is heel lekker en verfrissend. Hallootjes, we hebben ons opgefrist. En we gaan lekker... Niet naar de bus, maar de plek waar de bus stopt, gaan we naartoe. En dan gaan we lekker naar Heraklion eten en kijken wat we allemaal daar voor het rest kunnen doen. En het is nog steeds zonnig. Het is nu bijna 7:15. Heet. Dit is mijn outfit trouwens. Even een font uitkiezen voor onze tatoeage. Jongens, we gaan het echt doen. We gaan de datum. Ik ga hem achter op mijn elleboog zetten. Of is het niet? Ik bedoel gewoon op mijn elleboog. Of niet? Dit, ja. Of achter me. Nou ja, in ieder geval. Jullie boven gaan je elleboog. Ja, dus jullie gaan zo meteen zien. I'm so scared. Nee, grap, ik ben niet scared. Ik heb een andere tattoo. Yes. Wat was dat? Was a long time ago. So, I'm a bit nervous, a little bit. No. Different spot. Nou jongens, Kimberly die gaat eerst. Zij gaat hem op de enkel zetten en ik ga het achter zetten. Ze heeft er een verdovingetje gekregen. Ik zit eigenlijk een beetje te twijfelen of ik hem niet aan de binnenkant wil. Maar ik denk dat ik hem gewoon aan de achterkant doe. Ik ben bang, want bij Kimberly is het een beetje pijn. Maar ze heeft hem wel. Doet pijn? Ja. I am tired. I'm dead. I'm just kidding.